Aan tafel gaan nu inderdaad vreemde kostgangers zitten. Boudewijn de Groot, Henny Vrienten en George Kooijmans. Zij vormen samen de superband, zo heet het in Amerika in ieder geval, vreemde kostgangers. Die ontstond, ik vertel het toch nog even, nadat ze op de 65e verjaardag van César Zuiderwijk samen hadden opgetreden, gewoon omdat ze het leuk vonden. Maar zo leuk dus, dat er vorig jaar een cd genaamd Vreemde Kostgangers volgde, met een bijbehorende tour. En nu is er alweer een tweede cd, Nachtwerk, en een tweede tour staat vanaf februari op de planning. Het tempo ligt hoog, Henny. Is er haast? Ja, een beetje wel eigenlijk. Waarom is er haast? Nou, vroeger was het zo, je deed een tour of een leuk project en het had succes. En dan zei je tegen elkaar, nou, over 5 jaar maar weer eens kijken of we het nog een keer kunnen doen. Maar ja, over 5 jaar... Wat vrees je? Wat vrees je het meest? Het allerergste. Wat is het allerergste? Nou ja, ik vind dat je niet met een rollator het podium op moet. Nee. Een leeg zakje. Een leeg lippenzakje. Dank zakje. Oh ja, heel goed.